Mag ik dan hier? Ja, let op, dus dan hebben we dus nu... Ja, oh. Howdy cowboys, cowgirls. Ik ben Farmer Frank en het is weer tijd voor Cowboys aan het Woord. We hebben cowboys in een park gevraagd over hun vakantie of hun dagje uit. Kijk je mee? We zijn hier een dagje uit. Ik ben een dagje uit. Vakantie. Vakantie. Dagje uit. Ja, dagje uit. Ja, leuk, maar mijn zus niet. Leuk? Super leuk, want alle attracties zijn wel gewoon open waar je in wil. Wel leuk. Gezellig. Ja. Super leuk, alleen mijn moeder wil met overal op de foto en overal kijken. En het is eigenlijk gewoon weer voor mijn hele jeugd herbeleven. Maar ik vind het wel een leuke sfeer. Wel leuk. Ik vind het ook wel leuk. Wel leuk gedaan. Heerlijk. Lekker warm. Ja, heerlijk. Echt leuk binnenkomen ook meteen. Ja. Ik denk toch wel de sfeer, omdat er ja, nu zijn er heel veel dingen. En bij de ingang staat er nu ook een leuke boom. De warme uitstraling. Ik vind het best wel leuk. De wasberen met dus de elke keer even langskomen. Dus dat is ook wel heel grappig. En is ook leuk voor de kinderen. Netjes. Ik vind het ook rustig en eigenlijk, ja, iedereen houdt zich er eigenlijk ook wel aan. Ja, ik vind het echt wel netjes. Ja, ik vind het wel goed met de pijlen en zo, dat is wel duidelijk. Wel fijn, maar omdat er minder mensen zijn, maar ook ja, de looprichtingen. Soms wil je dan de kant op, maar dat kan dan niet. Ja, prima. Het is vrij duidelijk. Nou ja, het enige dingetje waar ik even voor moest nadenken was dat hier twee pijlen die kant op staan. Terwijl het lijkt alsof er twee looproutes zijn. Maar verder is het allemaal heel duidelijk en goed geregeld naar mijn idee. Nu een 7. Nou, dat is toch wel een 8.7. Dikke voldoende. 8 of zo? Ja, 8. Ja. En 10. Bedankt voor het kijken en tot snel hier in de Wilde Westen in Slagharen.